Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, minister Ramdin geeft update over debat, behoud en bescherming Amazone. Suriname heeft unieke positie te vervullen tijdens COP27. Defensie houdt persconferentie in zaken actuele ontwikkelingen en rechtspositie van militairen. En Regional en Suriname Renewable Energy Forum voor duurzame energietoekomst. De presidenten van Colombia en Venezuela, Gustavo Petro en Nicolas Maduro, hebben op dinsdag 8 november 2022 op de COP27 klimaattop een oproep gedaan voor een brede alliantie om de Amazone, het grootste tropische woud van de planeet, te beschermen. Ook president Chandrika Persat Santokhi heeft deelgenomen aan dit debat. Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is het belangrijk om te praten over de bedreigingen zoals de ontbossing, enorme houtkap en problemen met waterwegen. U hoort de bewindsman. Ja, dus in de marge van de COP27 zijn er verschillende ontmoetingen geweest tussen verschillende presidenten. Men maakt altijd gebruik van de gelegenheid om elkaar even te spreken. In dit geval ging het heel specifiek om het Amazonegebied waar we deel van zijn. We zijn ook onderdeel van de Amazone Pact Treaty. Dat is een verdrag dat alle landen die onderdeel zijn van het Amazonegebied bindt. Er is een organisatie daarvoor, ACTO. In Brazilië opgezet. Suriname is daar ook lid van. De president van Colombia heeft het initiatief genomen om de lidlanden uit te nodigen om te praten over, over het Amazonegebied als een levensader voor de mensheid. Want het Amazonegebied produceert een groot deel van de zuurstof voor de wereld. Ondertussen weten we ook dat er bedreigingen zijn in het Amazonegebied. En die werden dus besproken, ontbossing, problemen met waterwegen, enorme houtkap, dat soort problemen zijn er. Dus dit initiatief is bedoeld om in eerste instantie alle leiders op één lijn te krijgen, dat er actie moet worden ondernomen naar de wereld toe. En dat is eigenlijk de bedoeling geweest van de meeting. De president van Suriname heeft gesproken, de president van Colombia en de president van Venezuela. De bedoeling is dat er in januari vervolggesprekken plaatsvinden. Onder andere ook met de dan beëdigde nieuwe president van Brazilië, president Lula. En ook met andere regeringsleiders die onderdeel zijn van het Amazonegebied. Het is enorm belangrijk. Men moet niet onderschatten hoeveel biodiversiteit, wat voor ecosystemen er zijn in dat gebied, in het Amazonegebied. En Suriname is een groot deel onderdeel daarvan. Guyana is daar ook onderdeel van, Frans-Guyana ook. Dus er is werk aan de winkel om dit vraagstuk op te lossen. En de beste is wanneer leiders dus eensgezind zijn over de acties die ondernomen moeten worden. Er was daarna een debat in de boot van Colombia. Waarover ging dat precies? Nou, dat was de meeting eigenlijk, de presentatie door de drie presidenten. En uiteraard, iedereen heeft zo zijn eigen visie. Maar over het algemeen is men er wel over eens dat er geen schade moet worden toegebracht aan het Amazonegebied. Het moet op een duurzame manier ontwikkeld worden. En er moet gezorgd worden dat het milieu beschermd blijft. Maar ook de tribale volkeren die daar leven en hun cultuur. Dus in alle opzichten is het belangrijk dat de regeringsleiders elkaar goed verstaan en weten wat de prioriteiten zijn. Afgevaardigden uit bijna 200 landen gaven op zondag 6 november 2022 de aftrap voor de VN-klimaattop in Egypte.
Suriname heeft tijdens de COP27 klimaatconferentie een unieke positie te vervullen. Daar Suriname een van de 3 carbonnegatieve landen in de wereld is en ook slachtoffer is geweest van de jarenlange vervuiling. Regeringen hopen tijdens de COP27-top in Sharm el-Sheikh oplossingsmodellen te creëren om verdere actie te ondernemen tegen deze ergste gevolgen van de opwarming van de aarde. Monique Pool, adviseur van de president, vertelt meer hierover. Het is een moment waarop we kijken naar waar al die beloftes die jarenlang zijn gedaan door de westerse wereld, of het nu eindelijk in actie wordt omgezet. De landen waar wij ook toe behoren, wij zijn een van de 3 carbon negatieve landen. We behoren tot de high forest, low deforestation landen. En we zijn lid ook van een groep landen die heet Small Island and Developing and Low-Lying Coastal States. Die groepen die zijn het slachtoffer op dit moment van eigenlijk jarenlange vervuiling door staten en door bedrijven in het Westen. En nu is het tijd dat die ongelijkheid die er is in de wereld, dat het in daden wordt omgezet. De rijke landen hadden beloofd om 100 miljard aan gelden ter beschikking te stellen van deze landen, zodat ze aan adaptatie kunnen werken en mitigatie. En deze COP gaat om loss and damage, want er zijn al impacts van klimaatverandering. En daarvoor moet men gecompenseerd worden. En dat is moeilijk. Die 100 miljard is nog niet gehaald, nog steeds niet, sinds ze dat hebben ingesteld. Dus voor Egypte, die zeggen het ook, dit is de tijd voor implementatie. Niet langer van woorden, maar we moeten nu daden stellen. Dus we kijken naar de westerse landen, naar de grote vervuilers, wat zij gaan doen. En het is door heel veel sprekers ook gezegd, ook de grote vervuilers, van, niet van overheden, van landen, maar de bedrijven. Bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie die 200 miljard winst nog heeft gemaakt in het afgelopen jaar. Die draagt bijna niets bij om al deze gevolgen te helpen mitigeren. Dus dat is waar men nu om vraagt. De leiders die hebben gesproken tot nu toe, dat is waar zij om vragen. Actie. Op het ministerie van Defensie is op woensdag 9 november 2022 een persconferentie belegd waarbij is ingegaan op diverse actuele ontwikkelingen binnen de defensieorganisatie. In dit kader zijn enkele onderwerpen belicht, met name de stand van zaken en het resultaat van gesprekken met de Vereniging Rechtspositie Militairen en de ziektekostenverzekering van militairen. Wij voeren u terug naar dit moment. Als rechtgeaarde democraten erkennen wij medezeggenschap en inspraak. Maar we zijn ook een bijzondere organisatie. En we vinden dat inspraak en medezeggenschap belangrijke instrumenten zijn in het proces van transitie van het Nationaal Leger naar een professionele organisatie. En dat is eigenlijk een continu proces. Want elkeen die komt, die moet zijn of haar bijdrage leveren om het beter te maken. Morgen moet beter zijn dan vandaag en vandaag moet beter zijn dan gisteren. Ik kan niet bepalen voor mensen hoe ze dingen moeten zeggen en wat ze moeten zeggen. Dat is een keuze die men zelf moet maken. Wij kiezen ervoor om iedereen met heel veel respect te bejegenen en te behandelen. De mensen staan hier, ik heb ze dat in alle openheid gezegd. De mensen van de VRM, het bestuur zit hier een deel. Dus ik heb ze dat in alle openheid gezegd. En dat hebben ze ook aangegeven dat voor hun ook respect belangrijk is. Dus dat is wat ik te zeggen heb. En ja, we hopen dat, want het gaat om gezag binnen het leger en verhoudingen. En ik denk dat het begint met
beleefdheidsnormen, fatsoensnormen, respect. Als je geen respect hebt voor elkaar, dan gaat samenwerking ook niet eigenlijk tot stand komen. En ik denk dat zowel VRM als wij het doel hebben om een betere defensieorganisatie te hebben, een betere nationaal leger te hebben, beter gemotiveerde mensen te hebben. Ondanks wij zitten met beperkte financiële middelen, staan we niet te wachten op de ideale omstandigheid. Omdat wij dat niet kunnen doen, dat we dat niet kunnen doen voor de samenleving. Dat we staan wachten op geld vanuit de overheid, dat we staan te wachten op de ideale omstandigheid om dan te opereren. Conform de grondwet zijn we verplicht onze samenleving te beschermen en te ondersteunen en dat blijven we doen. Dus in dat kader werken we ook aan de operationele paraatheid. De afgelopen maanden hebben we een aantal trainingen gehad. Afgelopen maandag hebben we bijvoorbeeld na heel lange tijd weer de training gehad van de KST'ers. KST staat voor Korps Speciale Troepen, waar de mensen in gezamenlijk verband samen met de luchtmacht, marine en een deel van de landmacht de trainingen of de vaardigheden hebben aan mogen scherpen. En zo trekken we het door. De personeelsleden moeten constant in oefening zijn. De landmacht heeft ook een paar oefeningen gehad de afgelopen tijden. De marine, de MP heeft recent ook een paar nieuwe leden erbij. Dus in dat kader moet u dit zien. Dat we het personeel blijven upgraden, ook om de operationele paraatheid te garanderen. Want het is in belang van de samenleving. Verder, de derde prioriteit die wij hebben is dat wij gaan werken aan het verbreden van het defensiedenken. Want we hebben gezien in een conflict of in een ramp is niet alleen defensie het orgaan dat optreedt. De totale samenleving is belangrijk. Het Regional en Suriname Renewable Energy Forum 2022 met als thema Our Future is Electric zal het eerste fysieke evenement in 2022 zijn om de duurzame energietoekomst van Suriname een kickstart te geven. Dit zal een manier zijn om een solide basis te leggen voor samenwerkingen tussen relevante belanghebbenden in het publieke en private domein. Een integrale en gecoördineerde aanpak voor de onderlinge samenwerking is noodzakelijk voor het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De integrale aanpak is een belangrijk onderdeel voor de verbetering van de elektriciteitssectorplanning in Suriname en de regio. Het Regional and Suriname Renewable Energy Forum 2022 wordt georganiseerd vanwege de urgentie om ideeën en informatie uit te wisselen. Het is van belang om duurzame energietechnologie en modellen te implementeren in Suriname en de regio. Het versterken van de inzet van Suriname om hernieuwbare energie te integreren als onderdeel van haar energiematrix, nu en in de toekomst, is vrij urgent. Het is noodzakelijk om een intensiever gebruik van hernieuwbare energie en technologieën en modellen voor energie-efficiëntie te bevorderen en te coördineren. Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie kunnen ook de betaalbaarheid van de elektriciteit vergroten, met name door de energierekeningen voor de meest kwetsbare klanten te verlagen, evenals economische besparingen voor de regering van Suriname. Aangezien elektriciteit momenteel sterk wordt gesubsidieerd. Hernieuwbare energie draagt ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de energiesector en het creëren van nieuwe groene banen. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.